De Gentse stroppendragers mochten de wedstrijd inleiden. Een strop die symbolisch ook rond de nek van Gunter Schepers hing, omdat hij bedreigingen kreeg van een eigen supporter. Onder meer omdat hij stelling had ingenomen tegen het Vlaams Blok. Hij was wijselijk aan de kant gebleven, al kreeg hij op verscheidene spandoeken toch de nodige steun. Mark de Grijze, die zich vorig weekend had uitgelaten tegen het verwerpelijk geroep van supporters, werd even verbaal bestookt, maar de storm duwde gauw. Zo konden ze gewoon leuk voetballen. Germinal Beerschot met Karagiannis achter de spitsen op de plaats van de geschorste Haagdoren was in de aanvangsfase de meest offensieve ploeg, al kon het moeilijk uitgespeelde kansen afdwingen. Het meeste gevaar kwam uit de tweede lijn met afstandsschoten van Zundert en Herman. Aan de overkant probeert Gent het van dichterbij. Kaklamanos kopt over. Gent kan ook heel geduldig opbouwen. De bal rondtikken op zoek naar een opening. Die komt er uiteindelijk via de Fransman Brocard. Jérôme is een voornaam die hem heel goed past. Voorbij Herman. De bal is niet over de doellijn. Verwarring dan in de Beerschot-defensie. Al kunnen ze de eerste poging van Hossam nog afslaan. De tweede is raak, 1-0 na een kwartier. Wat later moet Knezevic bij Germinal afgevoerd worden met een liesblessure. Hij wordt vervangen door Luciano da Silva. 20 jaar nog maar en Braziliaans doelman. Dat belooft weinig goeds, maar hij toont meteen zijn reflexen bij een nieuwe poging van Kaklamanos. Bij Germinal Beerschot staan de centrale verdedigers Sanjon en Dont niet meteen bekend voor hun uitvoetballende capaciteiten. Toch zorgen zij voor de verdiende gelijkmaker. Sanjon met wat geluk in de opbouw, Dont beheerst in de afwerking. De spitsen konden zich minder positief laten opvallen. De Grijze zat veel minder nadrukkelijk in de match als vorige week. En Dagano liet wenkende kansen onbenut. Germinal had best op voorsprong kunnen komen. Belly, Mumuni, Dagano, 19 jaar en uit Burkina Faso. Goede targetman, maar nog te onbesuisd voor doel. Bij Gent hebben ze wel twee sterke en efficiënte spitsen. Ahmed Ossam als aangever en Alexandros Kaklamanos met zijn 9e al dit seizoen verplicht Luciano zich voor het eerst in onze competitie om te draaien. Bij de derde goal speelt de onervarenheid en laat de debutant zich ringeloren. Al had scheidsrechter Bordeaux hem ook moeten beschermen en fout op de keeper fluiten. De goal telt, de tweede voor Hossam. Altijd maar 17 jaar, een verdubbeling van zijn seizoenstotaal. De troepen van Patrick Remy controleren nadien autoritair de partij en totaliseren onder de leiding van de Fransman nu al 14 op 18. Bij Brugge mogen ze opgelucht ademhalen dat de partij van woensdag in Gent werd uitgesteld.